Welkom lieve leeuw, welkom bij jullie horoscoopreading. Dit is de horoscoopreading voor de liefde, voor de komende tijd. En ik ga kijken naar jouw algehele energie in de liefde en ook naar de verleden, heden, toekomst. Iedereen bedankt voor het abonneren de laatste tijd. Dankjewel daarvoor en ook voor het doneren. Dankjewel. Goed, leeuw. Algehele energie in de liefde. We hebben de eerste kaart ten einde. Een karmisch contract wordt beëindigd. De tweede kaart is blokkade. Er is nog geen voortgang mogelijk. En de derde kaart is bouwen. Samen bouwen naar een mooie nieuwe toekomst. Oké. Dus er wordt hier iets beëindigd. Een karmisch contract met een persoon. Het kan zijn een karmisch contract met een bepaalde les die je moest leren hier op aarde. Het komt ten einde. Het is nog niet ten einde. Want er is een blokkade nog. En die blokkade moet eerst weg. En het is ook hier ja, alsof er een blokkade op je weg staat. Ja, dus allebei de plaatjes geven voor mij aan dat er iets nog geblokkeerd wordt voordat je überhaupt dit karmisch contract kan beëindigen. Het kan zijn met een persoon natuurlijk, maar het kan ook zijn jouw levenslessen hier op aarde. Oké, duidelijk. We gaan eens even kijken waar jij vandaan komt in de liefde. Wat mag ik zien in het recente verleden van de leeuw? De 9 van munten krijg je in de recente verleden. En de 9 van munten, dat is de kaart van onafhankelijkheid, bevrijding. Daarbij krijg je de ridder van bekers. De aanbieding van liefde. En de 10 van zwaarden. Ja, datgene wat beëindigd moet worden. Een pijnlijk einde. Jezelf ergens in bevrijden. Wat betreft de liefde. Ik weet niet, maar ik heb het ook ijskoud op dit moment. Het valt helemaal zo over mij heen. Ik weet niet wat dat betekent nog, maar als ik even naar de 9 van munten kijk, ja, dan is dat wel een beetje ijzig. Sneeuw. Is iets kouds. Echt, mijn handen worden ijskoud. Heel mijn lichaam wordt helemaal ijskoud. Er is iets bevroren. Je heden. Zes van staven. Nou, ik hoop dat ik het nu wat warmer krijg. Oh, dit is geen kaart. Zes van munten. Twee keer een zes kaart.
2 van staven met de 8 van zwaarden. 6 van staven, overwinning. Iets overwinnen. Een blokkade overwinnen. Ik moet het even zo leggen, want ik moet de teksten zien. De 6 van munten in je hart van de reading. Het geven en nemen. De energieuitwisselingen. En dan de kaart van het vastzitten in je hoofd. De illusie. Met de 2 van staven. Een keuze maken. Welke richting. Dus ja, het trekt me heel erg. Hoe zij kijkt naar dat skelethoofd. Wat in vuur en vlam staat. Ik krijg nog niet heel veel door voor jullie. En vandaar ook misschien ijskoud. Wat mag ik zien in de mogelijke nabije toekomst voor de leeuw? De lovers. Koning van staven. Tien van munten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat daar heel weinig doorkomt voor jullie. Het is net alsof jullie moeten ontdooien. Jullie zijn geblokkeerd. Afgesloten. Er is iets wat je moet overwinnen. En dat heeft iets met een uitwisseling te maken. In het geven en nemen. Er is iets dood, lijkt ook wel, met de doodshoofd. En ze kijkt zo verlangend hiernaar, maar het is doods. Het is koud, het is kil, het is geblokkeerd, het is, ik weet het niet, het is in slaapstand. Het is, er is nog geen voortgang mogelijk. We gaan even in de verdieping kijken en even kijken wat ik wil gebruiken voor jullie. Ik voel dat ik even wat donkere kaarten voor jullie moet gebruiken, heel gek, maar even kijken of ik hier wat heb staan. Ja, moment. Ik weet welk deck. Moment. 0909. Ja, voor jullie moet ik de Heaven and Earth te rode bij pakken. Ik moet ineens allerlei andere decks pakken hier. Voor de kreeft ook al. En nu voor jullie. Oké. Het zal een reden hebben. Wat mag ik zien bij, wat was dit ook weer, de 9 van munten. In het recente verleden voor de leeuw, wat mag ik daarop zien?
De vijf van staven, strijd. Strijd om jezelf onafhankelijk te maken. Strijd om jezelf ergens van te bevrijden, van iets kouds. Iets wat geblokkeerd is. Zeven van bekers. Illusionary succes. Een succes wat een illusie is. Je hebt hier ook al een illusie. Bovenop de ridder van bekers. Dus er is veel illusie hier. Verwarring. Kluizenaar, de hermit. Naar binnenkeren op de 10 van zwaarden. Er is een liefde in illusie. En daar is strijd, zeg maar, om dit los te laten. Strijd binnen in jezelf, want de vijf van staven is altijd chaos en conflict binnen in jezelf. Je mag jezelf hiervan bevrijden. Dit is ook de overwinning die je moet gaan behalen. Om uit deze illusie te komen van deze liefdesverbinding. Het is een karmisch contract wat ten einde gebracht moet worden door jou. Jij moet iets overwinnen. Jij moet door een blokkade heen werken en jezelf opnieuw opbouwen. Er is iets in het recente verleden wat afgesloten moest worden. Maar ik heb het gevoel dat dat niet gebeurd is, want de illusie ligt hier nog. Op de 6 van staven, wat mag ik daar zien? Van zwaarden. Je hebt strijd om iets los te laten. Ik voel de koude. Ik voel de kou. Ik voel dat het. Jij bent geblokkeerd in je emoties. Jij bent koud en kil. En dit is iets wat je mag overwinnen. Je hebt dus een karmisch contract met deze persoon. Daar dus iets van te leren van deze persoon. En ik weet niet of je geleerd hebt. Mag ik daar iets op zien? Heb deze persoon geleerd? Je had vele lessen om te leren met deze persoon. Negen van zwaarden. Ik denk het niet, lieve leeuw. Ik denk het niet. Ik denk niet dat de les geleerd is. Of lessen. In je hart van de reading, de 6 van munten. Waar gaat het allemaal heen? Het 6 van munten, de energiewisseling, het geven en nemen. Ik krijg daarbij de 7 van zwaarden, de kaart van leugens en bedrog. En de 10 van bekers. Wat ik al zeg, het is een illusie van deze verbinding waar je mee te maken hebt. En het heeft te maken met de persoon die als eerste in jouw hoofd op is gekomen. Dat moet ik er even bij zeggen. Dus het kan zijn dat je met meerdere personen te maken hebt. Maar de eerste persoon die in jouw hoofd is gekomen tijdens deze reading, daar, om die persoon gaat het echt. En maak jezelf ook niet wijs dat het om iemand anders gaat.
Het is een illusie dat hier liefde uit voortkomt of een relatie uit voortkomt. Het is iets karmisch. En jij moest duidelijk daar iets mee leren. En ja, je hebt duidelijk dus ook niet je lessen geleerd nog met deze persoon. Het kan zijn dus dat dit karmisch contract dus nog niet beëindigd kan worden, omdat er nog blokkades zijn binnenin jou. Mag ik even vragen, want samen bouwen, dat voelt voor mij, hè, dat je deze persoon nog nodig gaat hebben, zeg maar, in de toekomst, om je lessen te leren. Ik wil graag weten, andere dek, ja. Ik wil graag weten of de leeuw deze persoon nodig gaat hebben, of dat deze persoon nu onafhankelijk alleen bepaalde blokkades moet doorlopen. Kan je me iets laten zien, Michael? Je gaat hem toch nodig hebben, deze persoon. Twee van bekers. Dus het kan zijn dat deze persoon toch nog terugkomt op jouw pad. In de toekomst ergens. Ja, inderdaad. De lovers ligt daar. Dus deze persoon komt terug op jouw pad. Maar hou wel in je achterhoofd dat deze persoon terugkomt. Zodat jij iets kan leren. Dit is een eenzijdige verbinding. Deze persoon gaat niks van jou leren. Jij gaat van deze persoon leren. Dit is oh, the Princess of Wands. Ik denk, waarvoor staat er niks boven? Dit is de schildknaap van staven. En dat is degene die graag een nieuw avontuur wil aangaan. Ja, dit is een nieuwe start maken. Vol passie vooruit. Ja, er heerst heel veel verlangen naar deze persoon. Maar aan de andere kant voel ik heel veel kilte. En kou. Blokkade. Het stroomt niet. Ik ben ijskoud in mijn handen. Het stroomt niet. Maar je verlangt wel naar deze persoon. Je droomt over deze persoon. Je wil heel graag een nieuwe start met deze persoon. Je gaat het manifesteren, ben ik bang. Dat deze persoon ook weer op jouw pad verschijnt. En weet dat het komt voor een les. Mogelijke nabije toekomst, de lovers. Ja, die man die kijkt ook zo van, ik ga niks leren van jou. Jij moet iets leren van mij. Koning van bekers. Het heeft met emoties te maken. Ja, dat lijkt me wel duidelijk. Want ik voel dus die kilte. Je bent afgesneden van bepaalde emoties. Je hebt ze weggedrukt waarschijnlijk. Er zitten nog wat angsten. En met die negen van zwaarden. Die zitten nog wel verborgen binnenin jou. En de koning van bekers is voor mij altijd, ja, je balans creëren met je emoties. Maar ja, de drie van zwaarden zegt het ook al, je hebt dingen nog niet verwerkt of er moeten dus nog dingen geleerd worden wat betreft hartzaken. Wat hebben we hier ook alweer? De koning van staven. En de koning van staven, dat is... In deze setting heb ik heel sterk het gevoel dat deze koning vanuit lust komt. Het kan te maken hebben met lusten. In deze verbinding. Misschien is dat ook hetgene wat je moet leren. Dat zou kunnen, want er heerst... Ik voel hier heel veel verlangen uitkomen. En als ik naar die schildknaap kijk... Nou, dat is niet echt een schildknaap, maar een vrouw die in vuur en vlam staat voor iemand anders...
He, dus ja, twee verschillende decks en toch komt eigenlijk dezelfde soort energie daaruit. Allebei dat rode haar ook. Ja, het kan zijn dat het te maken heeft met lusten. Je lusten overwinnen. Dit is de vier van staven. De perfected work. Koning van staven met de vier van staven. Ja. De toegang die geblokkeerd is op deze kaart. In de mogelijke nabije toekomst heb ik het gevoel dat deze poort open gaat. Omdat die persoon terugkomt op jouw pad. Zodat jij nog bepaalde lessen kan leren over lusten. Het kan zijn je eigen, ja, het kan zijn je eigen lusten, maar het kan ook zijn de lusten van de ander. Die je moet overwinnen. Het heeft te maken met eigenwaarde. Dat vind je jezelf waard. Kijk, dit is wat jij wil. Die 10 van bekers. Ja, dat is wat jij wil. Dit is de ultieme liefdeskaart. Hè? De overvloed in liefde. Maar die 7 van zwaarden ligt daarbij. Hè? Dus met deze persoon gaat dat niet werken. Gaat dat niet lukken. Dus deze persoon is sowieso vanuit lust. En handel jij daarnaar? Ga je daarin mee, ja of nee? Kan jij dit overwinnen voor jezelf? Kan jij in je eigen waarde blijven en zeggen van nee, dat is niet wat ik wil. Ik wil meer. Ik verdien meer. 10 van munten. Hè, dus je hebt de 10 van bekers en de 10 van munten in je reading liggen. En de 10 van zwaarden. 3 10 kaarten. Welke missen we dan? Zwaarden, bekers, munt, staven. De zwaarte. Een afsluiting van de zwaarte, de afsluiting van karma mist hier. Dus die kan gewoon nog niet tot stand komen. En de 6 van zwaarden komt daarbij. Het vertrekken richting kalmer vaarwater. Het vertrekken ergens vandaan. Wat staat erbij? Earned success. En wat hadden we net? Illusionary success. Je kan dus succes boeken, wat in het verleden dus niet gelukt is. Waarvan je misschien denkt van wel, hè, want het is een illusiesucces die je hebt behaald. Maar in je mogelijke nabije toekomst kan je dus succes behalen. Dus deze persoon gaat hoogstwaarschijnlijk toch contact opzoeken met jou. Een soort booty call krijg ik door. Zo van, hey, weet je nog die tijd? Heb je weer zin? Hoe ga jij reageren? Want jij hebt een heel ander beeld van deze persoon. Jij wil, hè, alles, het gehele plaatje. Ja, en dat is dus de illusie. Wat je echt in je achterhoofd moet houden. Want deze persoon gaat dit je niet geven. Deze persoon komt alleen maar jou triggeren, zeg maar. Van nou, ik kom eigenlijk alleen maar voor één ding. Ga je daarin mee, ja of nee? Kan je de test zien? Ja of nee? Ga je daarin mee, ja of nee? Ik wil even nog wat dieper kijken voor jullie, want ik voel dus echt enorme blokkades zitten in je stroming voor liefde. Je bent echt ijskoud en kil en dat komt omdat je hart nog pijn heeft. Soms maken we onszelf ook dingen wijs, hè? Dat we dingen verwerkt hebben, maar zitten toch in de diepere lagen toch nog wel pijn en verdriet vast. Ja, en dan ga je pas achterkomen wanneer ja, deze persoon op jouw pad gaat komen en jou weer gaat testen. Ja, dat je erachter komt voor, ja, kom je nou weer voor één ding? Dan komt weer die teleurstelling, komt weer de boosheid. Ja, en dan ga je zien van shit, ik heb het nog niet verwerkt. Het zat nog veel dieper. Ik wil even kijken in die diepte. Ik wil even kijken op die 9 van zwaarden, op die angstkaart.
krijg ook door voor sommigen, jij gaat contact opzoeken met de ander. Voor sommigen. Sommigen krijgen die persoon weer op hun pad. En sommigen gaan het contact weer opzoeken met de ander. Omdat het verlangen te groot wordt. Nog een keer de drie van zwaarden. Op de angstkaart. Dus ja, dat is wel een dubbele bevestiging hier. Dat je echt nog pijn en verdriet op je hart draagt. Ik ben gewoon ijskoud. En het is, de verwarming staat hier hoog. Dus je liefde stroomt niet. Dat voel ik gewoon. Er is geen stroming in mijn lichaam op dit moment. Wat mag ik nog meer zien? Waar heeft de pijn en verdriet mee te maken? Wat zit daar geblokkeerd in deze persoon? Van de leeuw. Judgment. Oordeel. Oordeel. Bang voor veroordeling. Wat nog meer? Nog een keer de schildknaap van staven. Afwijzing. Afwijzing. Daar heeft het mee te maken. Jij hebt dit in je hoofd. Met deze persoon. En deze persoon heeft alleen maar één ding in gedachten. De booty call. Ja? Om het even heel plat te zeggen. De booty call. Ja, ik heb jou nodig ergens voor. Maar jij hebt dit in je hoofd. En dat is de illusie waar jij uit mag komen. Die jij mag overwinnen. Deze persoon gaat dus op jouw pad komen. Voor die booty call. Of jij gaat een booty call plegen. Leeuw. En het kan zijn dat je misschien gaat uitspreken. En dat je afgewezen wordt. Het kan zijn dat deze persoon zegt, of dat jij zegt van wanneer gaan we weer afspreken. En dat die andere persoon zegt, ik bel je nog wel. Afwijzing. Ja, en dan gaat dit naar de oppervlakte komen. En dan is het tijd voor echte heling. En dan is het tijd om dit contract te gaan beëindigen en jezelf op te gaan bouwen. Dit voelt als een soort van waarschuwing wat je te wachten staat. Het zijn geen leuke berichten om over te brengen, maar kijk, ik kan je waarschuwen hoor, maar ik weet, over een tijdje ben je deze reading vergeten. Ik weet hoe dat werkt. En het gebeurt toch. Het gaat toch gebeuren. Als het moet gebeuren, gebeurt het toch wel. Spirit kan ook deze hele reading uit jouw hoofd halen, zodat je op dat moment niet meer aan mij denkt tijdens deze reading. Zodat het toch gebeuren moet. Hè? Want het moet gebeuren. Jij hebt die trigger nodig om te helen op je hart. Want er zit dus iets zwaar geblokkeerd. Het is echt een zware blokkade, want ik ben ijskoud. En de toegang is dus nog afgesloten. Omdat deze persoon nog naar je toe moet komen. En wanneer dat gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb het hier wel over een nabije toekomst. Maar ja. Het is allemaal in de handen van Spirit, niet van mij. Ik had liever een andere reading voor je gezien, lieve leeuw. Echt waar. Maar voor sommigen, ja, moet ik dit overbrengen, helaas. En ik laat het ook zo. Het is niet echt een leuke reading om door te gaan. Voor jullie niet en voor mij ook niet. Ik bedank je voor het kijken, als je nog zit te kijken. En wie weet zie ik je nog een keertje terug bij een andere reading. Doei doei.